Dit was de badkamer van Anne en Mike. Zoals je ziet is deze badkamer heel ruim, maar hij is behoorlijk wit en inmiddels ook wel zijn glans kwijt. Voor Anne en Mike was de wens om de badkamer in een modern jasje te steken en er meer sfeer en kleur aan toe te voegen. Tijd om deze dus aan te gaan pakken. Hier begon Mike met het slopen van de oude badkamer. Eerst werden de losse onderdelen nog secuur verwijderd, maar kort daarna was het tijd voor grof geweld. Veiligheid voorop, dus veiligheidsbril op en hameren maar. Binnen no time was de oude badkamer eruit. En dan is het tijd voor de reveal. Kijk eens hoe mooi deze badkamer is geworden. Hij heeft een hele fijne warme sfeer waar je heerlijk in kunt ontspannen. Anne en Mike kozen voor de basis van de badkamer een prachtige Sepoy de Grey tegel met een warme ondertoon. Als kleuraccent is er een olijfgroene tegel op de wand geplaatst. Voor de kranen en accessoires werd gekozen voor een goudkleur. En met het houten meubel is het warme plaatje helemaal compleet. De perfecte badkamer om even lekker in te kunnen relaxen.